Goedendag kijkers, ik ben Maisha Neus en vandaag gaan we in gesprek met Stefano Biervliet, meer bekend als Paquito. Welbekende Paquito, goedemiddag is het, nee morgen is het nog, goedemorgen Paquito, hoe gaat het met je? Goed, en met u? Ja, rustig, rustig. Je bent bekend als activist, je bent bestuurslid van Pro. Wat is jouw mening over de actualiteit op dit moment? En dan ga ik het in het bijzonder hebben over de waterramp die nu op dit moment plaatsvindt in Brokkeponde. Nou, dit alles moesten we eigenlijk voorkomen natuurlijk. Het is een beetje minder voor de mensen van Brokkeponde en de mensen aan die kant, laat me het maar zo zeggen. We moeten leren om eerder te handelen dan als zaken voorkomen. Ik vind het minder. Er zijn heel wat gelden geleend, ook van de vorige regering. En zelfs voor de NDP-regering waren er ook een aantal zaken aangehaald dat we dit konden voorkomen. En ik vind het vreselijk. Op dit moment hebben we geen opties. Ik heb het een beetje zo nagecheckt. We kunnen niet vechten met natuur, maar we kunnen bepaalde zaken wel voorkomen. Een van de zaken is de houtkap, het vervuilen van ons milieu, ook de mensen die in goud zitten. Ze worden tot nu toe niet aangepakt, waarbij we ons aarde een beetje schaden. En hoe langer dit doorgaat, hoe meer natuur ons gaat wijzen dat hij krachtiger is dan de mens en dan geld. En dit kunnen we op dit moment, we moeten maar afwachten. Er is geen andere optie, omdat de kleppen zijn op dit moment al open. Alle 5 kleppen zijn open. En er is geen andere optie. Er is ook veel kans dat wanneer ze het sluiten, er een barsting kan komen. Want we hebben te maken met waterdruk. En als dat gebeurt, is ook aangegeven dat binnen 2 uur tot 2,5 uur vanuit een Brokkeponde kant naar de stad, wij ook schade hier kunnen krijgen. Er is door diverse deskundigen aangegeven dat er sprake is van mismanagement aan de zijde van Staatsolie, omdat de dam in beheer is van Staatsolie. Wat denkt u dat de gepaste stappen zouden moeten zijn moving forward? Op dit moment gaan we moeten afwachten. We gaan moeten afwachten op de droge tijd. Kijken naar deskundigen wat ze kunnen betekenen voor Suriname. Nogmaals, Suriname. Surinamers hoeven Suriname niet op te bouwen, bleef ik zeggen. Als we heel wat deskundige mensen van het buitenland naar hier kunnen brengen om dit direct aan te pakken. Ook eigenlijk nu direct aan te pakken om te vragen wat we nu kunnen doen. In regentijd, in door de zware druk van water. Hoe we het kunnen oplossen. Adviezen gaan zoeken in het buitenland. Hulp gaan zoeken. En dan kijken hoe het opgelost kan worden. Want ik neem aan dat wij gaan het niet kunnen doen. Mag ik vragen waarom u denkt dat Surinamers het zelf niet zouden kunnen? Is nooit gedaan. Bosjebrug is ook door deskundigen van het buitenland. Volgens mij alles dat een beetje geweldig is, is door het buitenland gebouwd. Weet je, en we kunnen mee helpen als burgers en als werknemers kunnen we helpen. Maar de capaciteiten hebben we niet. Ik ben niet bang om het te zeggen hoor. Omdat Ik wil eigenlijk bij mijn volgende vraag komen. Ja. Bent u dan niet bang dat u nu door dit interview of door deze stelling wordt neergezet als anationalistisch? Nee, ik ben niet met gekke dingen. Ik ben ook niet bang om te zeggen hoe die dingen zijn. Weet je, ik ben straight to the point. Ik hou geen enkel Surinamer voor de gek. Ik vind dat we ook groot genoeg moeten zijn om te kunnen zeggen van hé, we hebben hulp nodig van het buitenland. Toch, we moeten niet wat Surinamers over mij denken en wat ik voor hun betekent zijn 2 verschillen. Als een Surinamer fout is, ga ik het zeggen. Als we hulp nodig hebben van het buitenland, ga ik het zeggen. Het heeft niks te maken met ego. Daarom zijn we vandaag de dag hier, omdat we een ego-probleem hebben. We denken dat we beter zijn dan alle andere landen, terwijl dat niet zo is. We hebben hulp nodig, we hebben adviezen nodig, informatie nodig van het buitenland. En dat hebben we op dit moment nodig. We hebben deskundigen nodig van het buitenland om ons adviezen te geven wat we zelf in deze moeilijke tijd kunnen doen en hoe we het kunnen aanpakken. En ik denk dat er zo'n stap gedaan moet worden naar het buitenland toe, zelf wanneer het keihard regent, hoe er doorgewerkt kan worden om dit te voorkomen, om klaar te staan voor de mensen van Brokkeponde.
en alle andere gebieden. Er zijn heel wat mensen die aangeven dat Suriname wel deskundigen heeft, maar dat er veelal, en dat is niet alleen onder deze regering, maar ook onder de vorige regering, dat er eigenlijk niet wordt geluisterd naar deskundigheid. Dat we niet een politiek systeem hebben die de right man on the right job doet. Dat het meestal gaat om politieke belangen, friends and family enzovoort. Waardoor we kader hebben, maar dat wordt niet ingezet. Hoe denkt u daarover? Ik vind dat die mensen correct praten. Dus de burger van Suriname heeft het correct gezegd. We zijn hier weer bezig met vriendjespolitiek. Vandaar dat ik in een nieuwe politieke partij ben gestapt. Friends and family zijn staande hier in Suriname. Het moet allemaal ophouden. Deskundigen moeten ze hunzelf wezen. Kijk, dit eigenlijk is het juiste moment dat de deskundige mensen van Suriname hunzelf moeten bewijzen. Als je zoveel voor Suriname wil betekenen, ga je een stapje naar voren moeten maken om je te bewijzen van kijk, dit en dit kan gedaan worden. Als je geen platform hebt, zijn er genoeg mediakanalen zoals DTV, ABC, Apinti, waarbij je kan zeggen van hey, wij zijn bereid dit op te lossen. Weet je, en als je in een hoekje zit en jezelf niet laat horen, als je in een hoekje zit en niet weet wat je kan, dan gaat niemand weten dat je het kan. En vooral in een corrupte politieke situatie waarin wij zitten. Als je jezelf niet beweest, als je zelf niet kan aantonen dat je het kan, dan gaat niemand je ondervinden. Nou, er zijn een aantal deskundigen inmiddels die via de media kritiek hebben geleverd op de regering. Of de regering naast het gaat luisteren is punt 2, want we zien ook dat tot nu toe de NCCR, Rampeninstituut, ja, nog steeds niet is ingezet. De regering is gegaan ter oriëntatie, maar niemand is nog gekomen met een evacuatieplan of een plan van aanpak hoe de burgers van Brokopondo te helpen. Dus ja, we moeten het inderdaad nog maar even afwachten. Er is een kijker hier die vraagt wat de reden is dat u nu eigenlijk niet de straat op gaat tegen deze regering, terwijl u wel zo actief was als activist tijdens de vorige regering. Oké, ik heb jarenlang een terechte en een hele leuke vraag. Ik heb jarenlang mee ingezet voor Suriname en tot nu toe heb ik dat gedaan. Er is bewezen, er is Google, er is YouTube, dat ik in mijn eentje stond terwijl ik geheel Suriname heb gewaarschuwd dat er geen ontwikkelingsplan is, er is geen visie van deze regering, van de VHP en de ABOP. Mensen zaten zelf grappen te maken erover dat ik alleen daar was met mijn DAF-truck. Daarna ben ik weer gaan protesteren, ook met de politieagenten. Daarna ben ik weer gaan protesteren met heel wat aanhangers, ook van de NDP. Dus mijn vraag is, is Suriname wel ready hiervoor? Snap je? Want voel je in de steek gelaten door de burgers? Ik heb het nooit echt gedaan voor de burger alleen. Ik heb het gedaan voor ieder, voor Suriname ook. Weet toch, ik was vaak genoeg ook alleen daar. En ik spangde me niet, omdat het meer gaat om een bewust. Ik probeer de mensen gewoon bewust te maken van hey, stand up for your rights. Weet je, ik bleef zeggen, we wachten natuurlijk op het juiste momentum. Je wens deze regering natuurlijk het beste, maar als ze het beste niet kunnen doen, moeten ze wel opstappen. Er is een dame hier die aangeeft, verstelling van waarom wachten jullie op Paquito? Als jullie echt of jullie zelf op willen komen, dan gaan jullie zelf. Hoe ziet u die stelling? Ik denk dat we te maken hebben met rancune, zoals jij dat zelf weet. Dat heerst heel erg hier in Suriname als mensen voor hunzelf willen opkomen. Ik ben niet afhankelijk van de staat. Ik ben niet afhankelijk van de president, nog minder van de vicepresident. Ik heb geen van die twee gasten nodig om mijn brood op tafel te zetten. Maar er zijn heel wat mensen die afhankelijk zijn van hun werk. Bijvoorbeeld de leerkrachten, de mensen die voor ambtenaar zijn. En heel wat mensen hebben hun werk ook verloren door de acties dat ze hebben gedaan. Of die ze hebben genomen. Weet je, en ik denk dat dat ook een grote rol heeft gespeeld. Dat mensen eigenlijk naar iemand zoeken die het kleine motortje start, ja. Weet je, en ik ben wel bereid dat te doen, dit keertje. En ik ga het ook doen. Zoals je ziet ben ik op het werk. Ik werk de hele dag keihard. Ik heb meerdere ondernemingen, zoals je weet. Maar ik denk dat ik weer, als het zover is, op de juiste momentum gaat wachten om de straten op te gaan. Want het is vreselijk wat nu gebeurt in Suriname.
Er is vreselijk veel gelogen. Er is duidelijk ook aangegeven dat de burger niet zou inleveren. Op dit moment ziet de president Santokki, ik wil zijn naam gewoon uitdrukkelijk noemen, Santokki en de vicepresident Brunswijk, dat de enige mensen die inleveren de burgers zijn van Suriname. Dus dat blijft een topic dat ze flink hebben gelogen. Weet je, en ik vind het zielig voor de burger dat ze dit voor de tweede keer moeten meemaken. Maar aan elke burger wil ik ook zeggen, dit is ook waarvoor jullie hebben gekozen. Meerdere malen is er aangegeven dat oud-politiek met elkaar vechten in DNA en daarna gewoon een black label drinken en het land niet serieus nemen en dat is weer het geval. Ik blijf zeggen, nieuw politiek, laat ze voor nieuw politiek gaan, nieuwe jonge leiders, kijk naar Guyana op dit moment, nou een jong president dit rapje. Kijk wat met Guyana gebeurt. Ik persoonlijk heb geen politieke vrienden nodig. Ik kan met ze werken, maar politieke vrienden heb ik niet nodig. Omdat het belang Suriname is. Suriname en de burgers gaan mijn vrienden zijn. Als ik in politiek sta. Want ik ben al in politiek, maar als we in politiek zitten, gaan we het serieus moeten aanpakken. Dus Pakito is nog niet uitgestreden, want ik kan me nog herinneren dat ten aantreden van deze regering is 300 of 200 dagen had gegeven. 600 dagen, dus pakweg 2 jaar heb gegeven om zich te bewijzen. En als dat niet het geval zou zijn, dan zou je op straat komen. Intussen ben je natuurlijk, net zoals je net zelf aangaf, ben je ten tijde van de politiebond hun actie op straat gekomen. Je bent ook tijdens andere momenten op straat gekomen. Ben je uitgestreden of zeg je van, je houdt je aan die 600 dagen en wanneer ze 2 jaar zitten, sorry, excuus, dan ga je weer massaal ervoor. Of wacht je een moment af? Ik wacht sowieso een moment af. Op dit moment. Zoals we zien is de koers ook niet stabiel. Het is 21,90 om 20,60 als ik het goed heb, als we praten over de dollar en de euro. Ik blijf altijd als trader, ga ik altijd blijven. Maar nu zit ik me af te vragen, hoe verder? Toch? Gaan we strijden? Gaan we deze mensen weghalen? En dan gaan ze weer voor oude politieke partijen kiezen? Want op den duur ligt het aan de burger. Op wie gaat de burger stemmen? Moet iemand blijven vechten voor ze en dan maken hun dezelfde fouten? Gaan ze voor populariteit? Gaan ze voor een band voor de verkiezing en dan gaan ze al hun stemmen daar zetten? Want elke stem telt 5 jaar lang. Dus mijn vraag naar elke burger die nu kijkt. Moet ik blijven strijden voor jou en dan ga je de oude politieke partij een kans blijven geven? Of zoek je naar integriteit? En mensen die bereid zijn om voor Suriname te vechten. En niet op een kaart, op een kaart te plaatsen om vrienden op reis te brengen. Nee, om te kijken wat zijn de opties voor Suriname. Wanneer gaan we echt op landbouw gaan? Wanneer gaan we produceren? Want we hebben veel opties hier in Suriname. Maar het wordt nooit gebruikt. Er worden bepaalde leningen genomen om bepaalde projecten uit te voeren. Bijvoorbeeld de 100 miljoen. En er wordt 70 miljoen in een kas gestopt. En die 30 miljoen is nergens te vinden. Hoe lang gaan we zo blijven leven? Dus ik ben bereid te strijden. Ik ben bereid te vechten voor Suriname. Maar gaan de Surinamers dezelfde fouten maken? Dat is mijn vraag. Want ik, zoals je weet, protestacties organiseren kost geld. Ja, als je moet optellen, ben ik al meer dan een ton dat ik heb geïnvesteerd. In dranken, in daftruk, in DJ. In alle jaren sinds de Bouterse tijd. Tot nu toe. Kost allemaal geld. Snap je? Dus is de Surinamer wel ready voor nieuw politiek? Of willen ze blijven klagen en op oude politieke partijen blijven stemmen die ze keer op keer heeft teleurgesteld? Denk je dat in 2025 de Surinamer wel ready is om iets nieuws te proberen? Of vermoedt u dat men weer dezelfde 6 partijen zal circuleren? Ze gaan dezelfde fout maken. Gegarandeerd. Ik denk 2030. Dat ze een beetje bewuster gaan worden. Maar dat klinkt niet echt hoopvol. Dat zeg ik je toch. Ik ben een realistisch persoon. Ik zeg je hoe die dingen zijn. En als je ermee wil dealen, deal je ermee. Als je niet ermee wil dealen, deal je er niet mee. Er kan wel voorkomen dat de nieuwe partijen een paar zetels binnenkrijgen. Maar ik ben wel gegarandeerd dat de oude politieke partijen hoe gaan scoren 2025. Nou, dat,
Dat zou jammer zijn, maar als je kijkt naar de Surinaamse realiteit en waar we zijn als burgerij, dan denk ik dat je gelijk hebt. Want je moet nagaan. We hebben een vreselijk ongeschoold cultuur hier in Suriname. Mensen gaan vroeg van school, ze stoppen ermee. En daarna belanden ze in een situatie waar ze voor zichzelf moeten gaan strijden. Daarmee bedoel ik, ze gaan voor zichzelf moeten zorgen. Er is geen backup plan voor ze. En ze gaan maar moeten accepteren als hoe de situatie is. En zulke mensen gaan maar zeggen, boy, mijn stem hier. Bijvoorbeeld als we naar bepaalde situaties kijken van de vorige verkiezingen. Omei yo paimi. Omei yo gim gasting. Yo gim wan drie barki, yo gim wan voor barki SRD. Wanneer ze dat geld hebben, gaan ze stemmen voor die persoon die ze dat bedrag heeft gegeven. Een geschoold persoon en een persoon die best wel veel verstand had, zou dat nooit doen. Hoe ga je om met kritiek vanuit de samenleving? Want ik neem aan dat je het ook wel hebt gelezen of gehoord van ten tijde van de vorige regering was je te pas en ontepas op straat en nu laat je eigenlijk bijna niets meer van je horen. Je hebt eerder natuurlijk wel aangehaald dat je bereid bent te strijden zolang Surinamers ook betere keuzes maken, maar dat is nu nog niet aan de orde, want er zijn geen verkiezingen. Dus hoe ga je eigenlijk dan om met die weerstand vanuit de samenleving waar mensen eigenlijk openlijk uiten dat ze teleurgesteld zijn? Of meer of iets anders hadden verwacht? Kijk, wij allemaal hadden iets anders verwacht. Wij allemaal hadden iets anders verwacht. Omdat je niet zo harteloos kan zijn om te weten wat de vorige regering heeft gedaan en je het nu tweemaal erger doet. Daarom hebben ze gestemd op deze mensen. Ze hadden geen andere keus. Ze hadden andere nieuwe partijen, maar het is te kort, het is te snel gegaan. De mannen bij op keus, de mannen bij op optie, het is veel te snel gegaan. Toch, wij van de pro, wij van de Partij voor Rechten en Ontwikkeling, hebben ons best gedaan. Toch? En we gaan dat blijven doen. En niet wij alleen. Alle andere politieke partijen hebben ook hun best gedaan, zoals 3, DA91, A20. Maar het volk wou niet luisteren. Het volk wou geen nieuwe partijen hebben. Ze wilden met hun... We hebben een cultuur hier in Suriname. Oma was NPS'er, dus ik ben NPS'er opgegroeid. Mijn panna NDP, dus mijn mag weer een tratrui. Mijn abief weer een paars. Mijn moeder is van pro, dus we moeten van pro blijven. Begrijp je? Dat is het cultuur van Suriname. En je komt er niet uit. Totdat er nieuwe leiders zijn met de juiste hart voor Suriname, met het juiste hart voor Suriname, dan denk ik dat ik kan zitten. Maar met mensen hun kritiek weet ik om te gaan. En ik berust me ook erin. Ik kan er niks doen. Hun mening telt ook. Wat vindt u van de stelling, een volk krijgt de leiders die ze verdienen? Vindt u dat waarheid berust of zegt u bent het er niet mee eens? Ik ben er mee eens. Als jij voor een leider kiest die corrupt is en het land naar de klote brengt, dan verdien je dat. Want je wist bewust dat hij een corrupte leider was. Begrijp je? Als je weet dat een leider daar is voor zijn volk en op den duur werkelijk een president en look en volk, ja, dan verdien je dat. Dus die stelling is terecht. Het is een terechte stelling. En wat denkt u dat de Surinamer moet doen om hand in eigen boezem te steken, kritisch te kijken naar zichzelf en gemaakte keuze? Want zoals je zelf zegt, we zijn al 46 jaar onafhankelijk. Dezelfde 6 partijen roleren het land al sinds ons ontstaan. Either in de oppositie of in de coalitie, maar het zijn altijd dezelfde 6 partijen. Wanneer denk je dat Surinamers eindelijk zeggen van, oké, tot hier en niet verder, want de schoen die we gewend zijn aan te trekken, die past ons niet meer. Die klemt, die heeft gaten, spijkers gaan in mijn voet, het werkt niet meer. 2030. Dat is jouw voorspelling? Zeker weten. Tot nu toe zijn allemaal voorspellingen terecht en bewezen. Je mag de video's afdraaien. 2030 denk ik dat ze een keuze zullen maken. Een keuze zullen maken dat ze op de juiste spoor zal brengen. En nu heb je best wel een drukke live. 315 mensen die kijken. Als jij vanuit jouw positie hun een advies of... Ja,
Wat zou mogen meegeven? Wat zou dat dan zijn? Aan elke burger wil ik zeggen, wees onafhankelijk van iemand. Daarmee bedoel ik, bijvoorbeeld, ik wil geen post van geen enkel politieke partij. Van geen enkel coalitie. Ik wil geen directeurpost, ik wil geen ministerpost. En dan komt het allemaal terecht met jou. Wees te zeggen wanneer iets kan en wanneer iets niet kan. Zoals je ziet, heel wat mensen waarmee ik heb gestreden zijn nu rustig. Snap je? En dat vind ik minder. Daarom neem ik geen posten. Omdat wanneer je al in een situatie bekleedt, waar je hebt gezegd, ja, ik doe mee met je. Ja, ik neem zo'n post. Dan ben je klaar. Je bent al in hun systeem. Je kan geen A zeggen, je kan geen B. Ja, daarom leg ik je uit. De burger moet onafhankelijk zijn van politiek. En ze moeten niet bang zijn om te praten. Als ze kunnen praten, laten ze praten. Maar de acties komen nogmaals. Ik ben niet rustig. Ik ben wel rustig, maar ik ben bezig met dat plan. U wacht het juiste moment aan. Juiste momenten. Ja, en ik ga elke Surinamer vragen. Als jullie een oproep van mij horen, is het een terechte oproep. De president wil 200 dagen. We zijn voorbij 300 of 400 dagen, hou me ten goede. Alles wat de president wil, hebben we hem gegeven. Dus als ik een oproep naar voren breng, komen jullie me massaal ondersteunen. Niet voor mij, maar voor het belang van Suriname en voor hunzelf. Een kijker heeft hier een interessante vraag. Waarom denkt u dat een nieuwe partij het beter zou doen? Het is duidelijk bewezen dat je kennis kan hebben van politiek, maar je brengt het niet in werking. Wij hebben wel kennis van politiek. Bijvoorbeeld in mijn hoofdbestuur zijn er heel wat advocaten en ondernemers. Eigenlijk dat hebben we nodig. Rechtvaardige mensen hebben we nodig. Op dit moment hebben we een bestuur en ik heb mijn bestuur ook gezegd waarin ik zit. Als ik fout ben, neem niet voor mij op. Durf niet voor me op te nemen of te zeggen, ja, het is niet zo. Maak me ter alle tijden belachelijk. Zo alleen worden we groter. We hebben heel wat contacten ook in het buitenland. Die bereid zijn te werken met ons, van de pro. En we hebben ook heel wat ondernemers die hier willen komen investeren. Maar niet in een corrupte beleid. Wat Suriname moet weten en Surinamers moeten weten is dat heel wat buitenlanders wel willen investeren in Suriname, maar bang zijn dat hun gelden zomaar naar de kloten gaan. Weet je, en hoe ik hier zit, speelt geld mij niet de baas. Maar voor vele oude politieke mensen die in politiek zitten, is alles geld. En daar kom je wel in danger. Ben je niet zeg maar een beetje bang, want niet om je over één kam te scheren natuurlijk, maar zo. Fontjan ook, ja, diaspora kapitaal staat ready. Suriname kunnen we in 200 dagen redden en al dat soort mooie praatjes. Weet je, dus als de burger nu naar jou luistert en zegt, oh, hij heeft ook contacten in het buitenland, mensen zijn ready en noem maar op. Snap je dat, omdat men al is voorgelogen, dat men zoiets heeft van, Nee, maar ik kan je bewijzen. Dat is het verschil van mij en Chan. Alles wat ik zeg, doe ik. Als ik zeg dat ik een paleis ga bouwen, ga ik het bouwen. Als ik het niet kan doen, ga ik zeggen dat ik het niet kan doen. Als je bijvoorbeeld de infrastructuur hier in Suriname is baar slecht. Ik ben zeker dat deze mensen van de VAP en de ABAP het ook niet gaan kunnen oplossen. Omdat ze niet de contacten hebben. Snapt u? Ik heb wel de contacten in Nederland en in België om het zeg maar in orde te krijgen. Het gaat wel enorm veel geld kosten. Dat moet ik ook zeggen. En ik zou wel zo transparant zijn dat de mensen zelf van België en Nederland, hun namen ga ik nog niet opnoemen, dat ze het zelf naar voren brengen. Niet dat ik het naar voren ga brengen, maar dat hun het volk zelf uitleggen hoeveel alles kan kosten en zal kosten. Wat voor materialen we allemaal nodig gaan hebben zelf tot de schroeven. Want die afspraken heb ik met ze gemaakt. Dat ze moeten uitleggen wat voor materiaal we allemaal nodig gaan hebben. Tot de laatste kleine dingetjes. Zo transparant ben ik wel. Maar ik neem aan dat de president dat niet kan doen en tot nu toe niet heeft gedaan. Nee, transparantie is beloofd, maar daar zien we weinig van terug. De pers wordt vaak vermeden. De rekenkamer mag niet met de pers praten en allerlei moeilijke zaken. Ik heb iets om te zeggen aan de vicepresident van Suriname, de heer Ronnie Brunswijk.
Dit ga ik niet in bochten zeggen, maar rechtstreeks naar de president. Mijn advies naar u toe is, als de pers naar jou komt, dien je ze of hoor je ze aan te spreken. Niet voor jou, maar voor het volk van Suriname. Want het volk van Suriname heeft jou daar gezet. Je bent eigenlijk verplicht ter alle tijden alle informatie wat gebeurt in Suriname te vertellen aan de burger. Dus eens volgende keer dat u zegt van je wenst niet met de pers te praten, hoor je ook geen vicepresident te zijn. Ja, we zijn niet hier bezig met grappen. Politiek is politiek, grap is grap. Als jij zegt dat je niet met de pers wilt praten, hoor je ook geen VP te zijn. Want wij van Suriname dienen en horen te weten wat er afspeelt. Want heel wat zaken weten wij allemaal niet. Dus wij kunnen het wel volgen via de media van DTV, van ATV en al dat soort stationen. Maar de VP moet dit horen. Ik weet niet waarom niemand hem dat zegt. Maar hij is verplicht. Niemand moet me zeggen hij is niet verplicht. Hij is verplicht om te praten. Ook met de Surinamers, ook met de ABAP'ers die hem daar hebben geplaatst. Dus ik hoop niet dat hij dit ding nog een keer doet. Duidelijke taal, transparantie en in dienst staan van de bevolking. Tot slot, heeft u misschien een slotboodschap gericht aan de luisteraars en kijkers? Nou, de Surinamers doen al hun uiterste best. Aan de Surinamer wil ik vragen, hoe lang gaan jullie dit nog accepteren? De gemiddelde leerkracht verdient volgens mij 4000 of nog geen 4000 SRD. Hun huur alleen van hun huis is 2500 SRD. Om naar het werk alleen te gaan is 1250 SRD. De nutsvoorzieningen zijn nog niet betaald. En de kinderen zijn nog niet verzorgd. Voor wie werken ze? Werken ze voor de staat? Hoe gaat dit alles? Snap je? Is er een plaats of hoe noem je dit? Een instantie waar mensen die niet zoveel verdienen kunnen gaan? Alle andere Surinamers wil ik zeggen, blijf sterk. Er komen betere tijden. Hopelijk met deze gasten, hopelijk zonder deze gasten. Maar laten we hoop blijven hebben, want dat is het enige wat wij als Surinamers hebben. Meer niet. Duidelijke taal, beste kijkers. Dat was Paquito Stefano Biervliet. En zoals ik zei, geef de hoop niet op. Samen komen we er wel uit. Dat was het voor deze aflevering. We zijn later bij u terug met een nieuw item. Fijne dag en tot ziens.